Sven van Beek traint nog altijd binnen bij Feyenoord. Hij werkt aan het herstel van zijn enkelblessure. Ondertussen wordt door Saïd Bakati de verdedigende linie van Feyenoord onder handen genomen. En wordt er deze maandag vooral getraind aan de opbouw van Feyenoord. Roy Makaay, de spitsentrainer, werkt met de aanvallers en aanvallende middenvelders aan het afronden. Ook geen onbelangrijk detail natuurlijk in het voetbal. Het was de laatste openbare training van Feyenoord in deze week. Later zullen de internationals allemaal weer aansluiten.